Hallo, dit is het zesde filmpje in de serie over trillingen en golven op atheneum bovenbouw natuurkunde. In paragraaf 6 gaat over muziekinstrumenten, we bespreken de opgaven die bij die paragraaf horen. Oké, 26. Aan de bovenkant van de vlaggenmast is een katrol bevestigd. Hierdoor loopt de vlaggenlijn waaraan je de vlag omhoog kan hijsen. De beide uiteinden van het touw zijn aan de onderkant vastgemaakt met een klamp. Dat is hier het geval en de bovenkant zit natuurlijk ook vast en dit is 6,5 meter. Oké. De afstand van de katrol tot de klamp is 6,5 meter. De wind is het oorzaak van dat de strak gespannen vlaggenlijn in regelmatig tempo tegen de mast slaat. Beide touwdelen tussen de katrol en de klamp voeren dan als één geheel een eigen trilling uit. De middens van de beide delen slaan tegen de mast als ze zich van een van de buitenste standen bevinden. Deze met de trillingstrijd die bij de beweging hoort door een stopwatch te starten op het moment dat de touwdelen tegen de mast slaan. 10 klappen later stopt ze de tijdmeting en de gemeten tijd is 7,5 seconden. Bereken dan de grote voorplantingssnelheid van de trilling in de vlaggenlijntjes. Oké, nou, dat doe je natuurlijk met de formule voor de golfsnelheid. V is lambda gedeeld door t. Dan moeten we even kijken, wat weten we? Nou, de trillingstijd volgt uit de meting van Tessa. De golflengte kun je berekenen met de formule voor de voorwaarden voor de staande golf met twee vaste uiteinden. En de waarde van n volgt uit de tekst. Nou, uit de meting van Tessa volgt 10 trillingstijd is 6,5 seconden. Dus 1 trillingstijd is 0,65 seconden. De middels van de touwdelen staan tegen de mast. Deze is de staande golf met één buik. Dat is dus een rondtoot, dus n is 1. Oké, dan gebruikt u de formule voor twee vaste uiteinden. De lengte is n maal een half lambda. Oké, L is 6,5 meter. Oké, die vul je in, 6,5 meter. N was 1 maal een half lambda. Oké, dan is dus 1 maal een half lambda is 6,5. Nou, een hele lambda is dan 2 keer 6,5 is 13 meter. Goed, dat is de golflengte. Die vul je dus in op deze plaats. De trillingstijd was 0,65, die hebben we uitgerekend. Mooi, dan is de snelheid dus 13 gedeeld door 0,65, is 20 meter per seconde. Oké, dat was A. Voor de voorplantingssnelheid van de trilling in de vlaggenlijn geldt de formule V is, en dan de wortel, F, dat is de kracht, spankracht, gedeeld door M. Meter, dat is de massa voor de lengte-eenheid van de touw, zeg maar. Oké, okay. Dat staat hier ook allemaal. De Tessa spant de lijn strakker. Neem aan dat de massa per lengte-eenheid hierbij niet verandert. De klappen van de vlaggenlijn volgen elkaar nu sneller op. B, leg aan de hand van de bovenstaande formule uit dat het aantal klappen per seconde toeneemt. Nou, het aantal klappen per seconde is de frequentie. Frequentie volgt uit V is frequentie maal lambda. De golflengte verandert niet, want die hangt alleen maar af van de lengte van het touw en die blijft hetzelfde. De golfsnelheid geldt F gedeeld door de M per meter, massa per meter, naar de wortel uit. Oké, als de strakker wordt gespant, wordt die F dus groter, maar M per meter blijft hetzelfde. Deze wordt dus groter. Oh, dan wordt ook de snelheid groter. En dat staat hier ook. Oké, V is F maal lambda. V neemt toe. Snelheid neemt toe. De golflengte hangt alleen maar af van de lengte van het touw, dus die blijft gelijk. Nou, dan moet ook de frequentie toenemen. En als de frequentie toeneemt, krijg je dus meer klappen per seconde. Oké, dan gaan we naar C. Tessa meet de trillingstijd. Bij verschillende waarden van de spankracht van de vlaggenlijn. Hieruit berekent ze, zoals bij vraag A, de voorplantingssnelheid van de trillingen. In tabel 9.2 staan de resultaten. Hier heb je het resultaat, hier heb je de kracht, hier heb je de snelheid. En 1, 2, 3, 4, 5, 6 meetpunten heeft ze gedaan. C bepaalt dan met behulp van tabel 9.2 de massa van 1 meter vlaggenlijn. Nou, die moet je dus, de formule V is de wortel uit de spankracht gedeeld door de massa per meter van de lijn. Ja, die moet je dus weten, de massa per meter van de lijn. Dus je zal deze formule moeten gebruiken. Dat betekent dat je F moet hebben en V moet hebben. Nou, die staan dus allemaal in de tabellen. Dus oké, het verband tussen F en V is geen rechte lijn. Kwadriteer je de linker en de rechterkant van de formule.
V-kwadraat wordt dat dan, en dan wordt dit, hier valt het wortelteken dan weg, dus F door M per meter. Krijg je dan hier volgt dus dat de massa per meter maal de snelheid in het kwadraat gelijk is aan de kracht. Oké, dan ga je dan uitzetten in de grafiek. Horizontaal staat de snelheid in kwadraat. Hier staat de kracht. Oké, deze zes punten. Hier krijg je dus een extra tabel. Hè. Hier heb je dus V, maar die wordt gekwadrateerd. Dus dat is deze. Dus dan krijg je dus zes meetpunten. Dit is 20 bij 25, 24 bij 576. Goed, dus dat is de bovenste en de onderste in een kolom. Die zijn hier alle zes uitgezet. Je ziet die liggen prachtig op een rechte lijn. Die gaat ook nog eens een keer door 0, 0. Oké. Nou, dan moet je de snelheid, de steilheid van de grafiek bepalen. Hè? Dus de richtingscoëfficiënt of het hellingsgetal. Dat is natuurlijk deze waarde gedeeld door die waarde. Dat is 46 hier min 0. En gedeeld door 12 min 0. Om 3,833 kilogram per kubieke meter uit. Afval om 3,8 maal 10 tot de tweede kilogram per meter. Tot de min tweede, sorry. Dit antwoord is iets anders dan dit antwoord. Dit antwoord is volgens mij niet goed. Als je 46 gedeeld door 12 maal 10 tot de tweede, dan komt er uit 0,038 enzovoort. En dat is wel, komt wel overeen met 3,8 maal 10 tot de min tweede. Dus dit antwoord, daar moet je even niet meer aan denken. Dat is niet goed. Deze wel. Oké. Gaan we naar opgave 27. Gitaar heeft 6 snaren. Elke snaar is gespannen tussen de kam op de klankkast en een van de spanknoppen aan het eind van de hals. Zie figuur 9,55. Oké, hier staat dus, dit is de kam en dit zijn de spanknoppen hier en dit is het einde van de hals. Hier. Oké, de bovenste snaar, dat is deze. De bovenste snaar aan de bovenkant, dat is de E-snaar. Die wordt zo gespannen dat hij bij het aanslaan een toon voorbrengt met een frequentie van 330 Hz. Van deze snaar komt het gedeelte van P naar Q in trilling. Dus dat is van hier naar daar. Oké. Die afstand is 65 centimeter. Neem aan dat de snaar uitsluitend in de grondtoon trilt. Ja, dat moet je wel aannemen, want dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo. Maar goed, oké. Goed, we gaan de snelheid waarmee de trilling zich, we moeten eigenlijk uitrekenen. Toon aan dat de snelheid waarmee de trilling zich in de snaar voorplant gelijk is aan 429 meter per seconde. Nou, dat is natuurlijk weer met de golfformule. V is F maal lambda. Snelheid is frequentie maal golflengte. Maar de golflengte die is niet bekend, dus die moet je eerst bepalen. Even nadenken. Dit is een snaar die aan twee kanten vast is. Daar geldt deze formule voor. De lengte is n maal een half lambda. Het is de grondtoon, dus n is 1. Dus de lengte is een half lambda. De lengte is 65 centimeter, oftewel 0,650 meter. Dat betekent dus dat de golflengte de dubbele is 1,3 meter. Hè? 0,65 gedeeld door een half is 1,3 meter. Oké, die gaat dan hierin. De frequentie was 330 Hz. Dat stond gegeven hier in het verhaaltje. Waar was het? Kijken, 330 Hz. Ja, hier stond dat. Oké. Dan is de snelheid uit te rekenen als het product van die twee, 330 maal 1,30 is 429 meter per seconde. En dan moesten we aantonen dat dat klopt. Nou, dat klopt dus. Oké, door aan de snaar met de vingers tegen, door de snaar met de vingers tegen een vet te drukken, verklein je de lengte van het trillende deel van de snaar. De spankracht in de snaar verandert daardoor niet, zodat de voorplantingssnelheid van de trillingen ook niet verandert. Door de E-snaar tegen een bepaalde fret te drukken, ontstaat bij het aanslaan van de kam en de fret een toon met een frequentie van 494 Hz. Bereken hoe ver deze fret van de kam af ligt. Nou, ga je het ook weer met dezelfde formules doen. V is F maal lambda en de lengte is een N maal een half maal de golflengte, zeg maar. Oké, gaan we even kijken. Wat weten we? V is lambda R, de snelheid is 429 meter per seconde, de frequentie was 494 Hz, was allebei gegeven.
Die voer je in. Oké, dat zie je gedaan. Nou, alleen lab de overlap is dan die gedeeld door die. Dat is 0,868 meter. Dat is de golflengte. En het is dan gelijk aan n maal lambda gedeeld door 2. En hier is n 1, want het is de grondtoon. Ja, dus de lengte is dus een 1 maal een half maal de golflengte, 8,68. Oké, de lengte is dan, dat vermenigvuldigt, 0,434 meter. Ja, als je dat, dat is dus 43,4 centimeter. Ik snap niet waarom dat ze hier dan weer 43,5 centimeter wil maken. Maar ja, goed. Oké. Je mag alleen naseren op het tentamen, dus zullen we maar zeggen dat het antwoordboek het ook mag. Dat is natuurlijk onzin, maar oké. Nou ja, je moet wat, hè. Oké, 28. Een stemvork staat op een klankkast die open en een gesloten uiteinde heeft. Dit is de open uiteinde, de achterkant zal wel gesloten zijn. De afstand tussen de beide uiteinden gemeten aan de binnenkant is 17,8 centimeter. Oké, dat is dus de lengte, L. Bij het aanslaan van de grondtoon stemvork dringt de lucht in de kwast in zijn grondtoon mee. De temperatuur, omdat het is 20 graden Celsius, berekent de frequentie van de grondtoon. Nou, oké. Nou, dat moet natuurlijk met V is F maal lambda. En hier moet je even opletten. Dit is dus een instrument, zeg maar, een blaasinstrument, zeg maar, met één open en één dichte kant. Dat geldt de formule voor de lengte is, tussen haakjes 2n min 1 maal een kwart lambda. Het is de grondtoon, dus n is 1. Dus als dit dan invult, 2 maal 1, dat is 1 min 1 is 1, maal een kwart lambda is dus een kwart lambda. Dus de lengte is een kwart lambda. En de lengte is 17,8 centimeter, oftewel 17,8 maal 10 tot min 2e meter zal het zijn. Oké. Die vul je dan in. 17,8 maal 10 tot de min 2e meter is dus een kwart lambda. Oké. Lambda is dan 4 keer deze waarde natuurlijk, oftewel deze waarde deel door een kwart. 12 maal 10 tot de min 1 meter is dat voor mij. Ik kan het niet goed lezen. Ja, dat komt uit 0,712 meter. Dus het is 7,12 maal 10 tot de min 1 meter. Oké, die gebruik je dan als golflengte. Hier, de snelheid kun je weten, of beter kun je opzoeken, want je weet dat de temperatuur 20 graden Celsius is en het is lucht. Dus de tabel 15a kun je dan opzoeken dat de snelheid 0,343 maal 10 tot de derde meter per seconde is. Oké, die vul je dan in. De golflengte vul je ook in, dat zie je gedaan. Hou je alleen maar f over. F is dan die gedeeld door die. Blijkt 482 hertz te zijn. Oké, dan de B-opdracht. De buik die ontstaat als de lucht in de klankkast gaat meetrillen, is in werkelijkheid net ietsje buiten de opening van de klankkast. Heeft de stemvork dan een grotere of juist een kleinere frequentie dan wat bij A berekend is, ligt je antwoord toe. Nou, de buik ligt iets buiten de kast, dus de lengte is iets groter dan 17,8 centimeter. Oké, dat betekent dus ook dat de golflengte iets groter is dan berekend. Oké, maar de snelheid blijft hetzelfde. Dus als deze ietsje groter is dan deze waarde, dan deel ik dus deze door een groter getal, dan is het antwoord dus kleiner. En dat staat hier ook, hè? Oké, dus dat klopt allemaal precies. Goed, de volgende opgave is opgave 29. Bij speelgoedwinkels zijn holle plastic buizen te koop die aan beide zijden open zijn. Als je de lucht in zo'n buis op een bepaalde manier aanblaast, brengt de buis een toon voort. Daarom heet de buis een muziekslang. Zie je 957, dat is deze, die wordt overgeblazen. Zie je wel? Oké. Leg uit waarom dat in de lucht een buis een toon kan voortbrengen als je hem aanblaast. Nou, je blaast over deze uit, over de opening heen. Hè? Dat betekent dus dat hier allerlei trillingen ontstaan. Als de frequentie van die trillingen precies past bij de eigen trilling van de buis, dan krijg je resonantie en dan hoor je dus een toon. Oké, als je de slang heel hard rondslingert, brengt hij ook een toon voor. Het ene uiteinde blijft op zijn plaats, de andere uiteinde ronddraait met de snelheid V draaien. Zie je voor 958, hier zie je dus een ronddraaien. Oké, deze blijft meer en meer op zijn plaats. Oké, bij bepaalde waarden van V
V3 brengt de slang een toon voor het engen bepaald van 4 tonen, de frequentie en de bijbehorende waarde van de draaisnelheid. Die zie je in figuur 9,59. Hier is dat. Staande meter staat de temperatuur van de lucht is 20 graden Celsius en de slang heeft een lengte van 0,70 centimeter. Opgave B dan. Hier bepaal de omlooptijd van de muziekslang als toon. Als je toon 3 voorbrengt, dat is hier toon 3, dan kun je aflezen dat de frequentie bij toon 3, die is 13,8 meter per seconde. Dit is de snelheid in meter per seconde kwadraat. Oké. En de frequentie die kun je ook aflezen bij toon 3 hier. Die zit tussen de 900 en de 1000 in. Goed, de omlooptijd volgt uit de formule voor de snelheid. De afstand die de buis aflegt bereken je met de omtrek van de cirkelbaan. Dat wordt hier dus gedaan. S omtrek is 2 pi maal r. Dat is dus 2 pi maal 0,70 meter. Dat is 4,389 meter. Oké, de omloopsnelheid is 13,8 meter per seconde. Dat hadden we net afgelezen. S is 2 maal t. Dus S is 4,389 is 13,8 maal t. T is dan deze gedeelde 3 is 0,3187 seconden, oftewel 0,32 seconden. Dat is dan de omlooptijd die werd gevraagd. Dan C, bepaal de golflengte van het geluid van toon 2. Toon 2 is hier. Oké, wat weet je allemaal van, je weet dat V is F maal lambda. V is 0,34 maal 10 tot de derde meter per seconde. Komt weer uit die tabel 15a bij 20 graden Celsius. De frequentie is 7,0 maal 10 tot de vierde hertz. Dat kun je aflezen uit het grafiek. De frequentie die zit hier. Ja, die is dus 700 hertz. 7,2 maal 10 tot de tweede hertz. Oké, die vul je dan in V is lambda maal F. 0,343 maal 10 tot de derde is 7,0 maal 10 tot de tweede. Maal A deel je die op die krijg je 0,490 meter. En dat is dan het antwoord op de vraag, wat is de golflengte? Ja. Oké, dan D, beredeneer of de frequentie bij toon 1 hier de laagst mogelijke is waarmee de luchtpomp in de muziekslang kan trillen. Nou, als dat zo is, dan is het dus de grondtoon met N is 1. De muziekslang is een buis met twee open einden en daarvoor geldt L is N maal een half lambda. Oké, ga je dat op verschillende manieren doen. Gaat verder met die L is een half lambda, want N is 1, dus oké. L is 0,70 meter. Dat is gelijk een half lambda. Oh, dus lambda is 1,40 meter. Die gebruik je in V is F maal lambda. V is 0,343 maal 10 tot de tweede meter per seconde. Dat komt weer uit die Binas tabel. Oké, die vul je in. De frequentie weet ik niet, maar de lambda is 1,40 meter. De frequentie is dan die gedeeld door die. 246 hertz. Als ik hier ga kijken bij toon 1, dan is dat veel meer dan 246 hertz. Dus toon 1 is niet de laagste. Oké, je kan het ook op een andere manier doen. Methode 2. V is frequentie maal golflengte. De frequentie hier aflezen bij toon 1. Die blijkt 480 hertz te zijn. Kun je hier aflezen. Oké, de snelheid is 343 maal 10 tot een derde meter per seconde. Hij rijdt die Binas tabel. 15a. Heel vaak gebruikt al. Oké, lambda. Als je dat dan invult, deze twee waarden in hier en daar. En dat betekent dus dat lambda is dus V gedeeld door F, dus 0,343 met 10 tot de derde gedeeld door 4,8 met 10 tot de tweede. Daar komt die 0,71 meter vandaan. Oké, dat is dan gelijk aan L is een half maal lambda. Oké, lambda is, en weten we nog niet. Oké. Dan kun je dus invullen van de lengte van de buis is 0,70, is n maal een half lambda met 0,71, dat is lambda, oké. Als je dat dan gaat delen op elkaar, 0,71 gedeeld door 0,71, dat is ongeveer 1. 1 is dus gelijk aan n maal een half, nou, dat is n2. Nou, dat betekent dus als er een n2 is, dan is toon 1 dus niet de laatste, want er is ook een n is 1. Dus dan moet hier ook nog een toon, extra toon liggen, dan moet je dan maar toon 0, dat is dan de laatste. Oké, opgave 30, de laatste van deze paragraaf. Van een mondharmonica is de beschermkap weggehaald, zie figuur 69, dit is de mondharmonica. Oké, zie allemaal haartjes.
Noem je lipjes. Ik zie hier A en B. Dat zal zo meteen al terugkomen. Oké. Deze mondharmonica heeft 10 gaatjes. Onder elk gaatje zit een metalen lipje. Als de lucht door het gaatje blaast, dan ontstaat in het lipje een staande golf. Het lipje trilt dan in de golf grondtoon. De lipjes onder gaatjes A en B zijn even dik en even breed. Met behulp van een microfoon en een computer zijn 2 opnamen gemaakt van het geluid bij het aanblazen van gat A en 1 bij het aanblazen van gat B. In 69 zie je het resultaat van de opname. Oké. Dit is A en dit is B. Oké, ik neem aan dat die ook bij A en B horen. Dat is maar de vraag, want er wordt nu juist gevraagd. Leg A bij welke van de figuren correspondeert met gat A? Goed, ga je kijken of aan 1 lipje zit aan 1 kant vast. De voorwaarde voor een staande golf is dan 1 open uiteinde, 1 vast uiteinde. De lengte is, de zaak is 2 en min 1 maal een kwart lambda. Oké. Bij gat A hoort een langer lipje dan bij gat B. Omdat het lipje langer is, is de bijbehorende golflengte ook groter. Volgens V is F van lambda, heb je bij een grotere golflengte de bijbehorende frequentie moet juist kleiner zijn, want met elkaar vermenigvuldigd is de golfsnelheid en die is constant. De frequentie bij het aantal trillingen is het aantal trillingen per 1. En dus 961 laat meer trillingen zien in dezelfde tijd dan bij 961b. Dus hoort die bij lipje A. Dus A hoort inderdaad bij A. Oké. Goed. B. Bepaal met behulp van de BINA's, terwijl 15C, welke toon in figuur 961a weergegeven is. Geef je antwoord met een letter en een cijfer zoals die voorkomen in tabel 15C. Nou, dan gaat hij dan de frequentie breken met de trillingstijd. En de trillingstijd bepaal je met de toppen in figuur 961a. Oké, dat is deze figuur. De eerste top ligt bij 0,3 milliseconden en de negende top bij 8,5 milliseconden. Kijk, hier staan getallen langs, hè. Ja. Dus de eerste top die zit hier bij 0,3 milliseconden en de negende top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dat is hier bij 8,5 milliseconden. Je neemt dus zoveel mogelijk, groot mogelijk afstand. Oké, het tijdsverschil is dan 18,5 min 0,3 is 18,2 milliseconden, oftewel 18,2 maar 10 tot de min 30 seconden. De trillingstijd is dan die waarde gedeeld door 8, hè, want het zijn 8 trillingstijden. Dus 1 trillingstijd is 2,275 maar 10 tot de min 30 seconden. Oké, gebruik je dan de frequentie te bepalen. Dat is dan 1 gedeeld door die waarde. Hier gebeurt dat, is 440 Hz. En als je dat in tabel 15C opzoekt, is dat toon A1. Goed, gaan we naar C. Als het lipje van figuur 9662, dat is deze, in de grondtoon trilt, dan ontstaat een toon van 392 Hz. Dit is trouwens 1,20 cm. Oké, bereken de voorplantensnelheid van het golfje in de lip. Nou, de voorplantensnelheid gaat natuurlijk weer met de golfsnelheidsformule V is F maal lambda. Dit is weer een lipje wat aan één kant vast en aan één kant los zit. Dus er geldt de lengte is dus zaakjes 2 en min 1. Maal een kwart lambda. Het is de grondtoon, dus n is 1. Dus oké. En de lengte is 1,20 cm, oftewel 1,20 maal 10 tot de min 2e meter. Oké, dat is de lengte, die vul je daarin. 2 maal 1 min 1 is 1, dus het is gewoon een kwart lambda. Dus 1,2 maal 10 tot de min 2e meter is een kwart lambda. Nou, die gedeeld door een kwart is dan de golflengte. Is dan 4,8 maal 10 tot de min 2e meter. Oké, die golflengte die gebruik je in deze formule. De frequentie is 392 Hz. Dat stond in de opgave daar zo. Oké, dus de snelheid is het product van die twee, 392 Hz, maal 4,8 maal 10 tot de min 2e, 18,81 milliseconden. Excuses, milliseconden, dat is natuurlijk geen milliseconde. Het is meter per seconde, het is snelheid, het is geen tijd. Oké, D, de laatste. Naast de grondtoon gaat het lipje zeker bij het blazen ook tillen in de eerste boventoon. Geef in figuur 9,26 de plaats aan waar de buik en de knopen in het lipje tillen als het tilt in de eerste boventoon. Nou, in ieder geval hier heb je een knoop, want daar zit hij vast. En hier heb je een buik, want daar zit los, dus gaat hij trillen. Oké, als je bij de eerste boventoon hebt, dan heb je dus... Even kijken... Dat wel. Dat betekent in ieder geval heb je hier een knoop en een buik.
Als de grondtoon was, dan was dat alles, maar het is de eerste boventoon. Dus ze zitten tussen die knoop en die buik, zit nog een buik en een knoop. Dat zullen deze en die wel zijn. Waarom dat deze en die er dan bij zitten, dat weet ik niet zo goed. Ik denk dat dat een foutje is. Dus ik zal het even corrigeren, dan kun je zien hoe het goed is. Mensen zitten corrigeren. Je hebt hier dus een knoop en je hebt hier een buik. En daartussen zit ook een buik en een knoop. En omdat dit de eerste boventoon is, dus hier zo loopt dat. En ook zo dus. Oké. Dus hier zit een buik. Dus hier wordt er wel getrild. En daar ook. En hier bij die knopen is geen trilling. Dus. En deze afstand en deze afstand en deze afstand zijn allemaal even lang. En dat is telkens een kwart lambda. Dus dit is een drie kwart lambda. En dat klopt precies. En 2 min... 2 maal 2 min 1, dat is 3 maal een kwart lambda, dus 3 kwart lambda. Grondtoon is 2 maal 1 min 1 maal een kwart lambda, is een kwart lambda, dat is alleen maar van knoop naar buik. Dus dat klopt allemaal, helemaal. Jammer dat er zoveel fouten in het antwoord staan. Maar goed, corrigeer ze wel en we komen er dus uit. Oké, dank voor het kijken.